We waren protestant. We zijn nog protestant. En, maar er zijn wel vier broers met katholieke vrouwen getrouwd. En mijn ouders, en dat, ik heb ze erg bewonderd, niet tegen gereageerd hebben. Die zeiden, als dat meisje daar steun vindt, dan mag ik dat niet vandaan halen. Mijn vader kwam uit Dinteloord. Mijn moeder kwam van de Zuid-Hollandse eilanden, Goeree-Overflakkee. Mijn vader was een aannemer. Hij was in Breda gekomen voor de bouw van het oude diakonessenhuis, dat was hem gegund. En daardoor is hij in 1899 in Breda gekomen en getrouwd. Ik ben dus gedoopt in de grote kerk, ben getrouwd in die grote kerk en mijn zoons zijn erin getrouwd. En de kinderen zijn daar gedoopt. Onze kinderen. Ik heb nog meegemaakt dat er stoven in de kerk gezet werden. Tot daar op een gegeven moment wat smeulde. En sinds die was stoven afgelopen. Ik weet dat ze warm waren, want ja, je kwam daar. En dan, degene die dat besteld hadden, hè, kwam de kosteres met zo'n stoof. En dan zat mijn moeder met de voeten op. Want die kerk was toen nog niet verwarmd. Toen ik zo'n jaar of 10, 12 was, was ik nog geen verwarming. Mijn vader was kerkvoogd, die zat op een bepaalde plaats. Ja. Die kerkvoogden die zaten daar. En de banken die stonden zo, dus die kerken die zaten zo. En de, zodoende ging mijn moeder, maar dat was geen vaste plaats, op deze rij, dan zagen we elkaar zo. Hè. Dus dat was het. Er werd wel een stoof voor de gezet toen nog kon dat wel, maar... De crisistijd, ja, ja. Heeft u daar nog wat van gemerkt in die tijd? Wel, omdat je ouderling van de kerk was. Hè. Je gaf eens door aan de diakonie wat daar was of wat daar was. Of, daar is het ook wel nodig, weet ik veel wat. Ik denk ze dat nog zo doen. Ik heb het 10 jaar gedaan. En, Nou ja, je ging eigenlijk meer actepresence voor de kerk geven, hè. En luister je meteen eens wat ze vragen. En dan kon je doorgeven in de vergaderingen van de kerkraadsvergaderingen. Of aan de dominee zelf. Dominee, je moet daar of daar even heen. Of daar is een kind nogal ziek. Of weet ik wat. Ja. Gewoon wat bij je werk hoort. Ik heb dat altijd met veel liefde en plezier gedaan. Ik heb geen werkloze mensen bezocht. Jawel, wel. Werknemers van mijn vader die te oud werden en niet meer werken konden, die moesten wij nog wel eens bezoeken van mijn ouders. Met een pannetje soep of met dat of met dat. Je hebt niet zoveel wijsheid op die tijd. En wat ik geprobeerd heb te lezen om door te geven aan de mensen, dat ik heb, ben er wel bij gevaar zoveel als ik heb geprobeerd te lezen op dat gebied. 1 Korinthe 13 gaat over de liefde, dat is niet... Die jongelui die verliefd op elkaar zijn. Liefde tot je medemens. Dat is een prachthoofdstuk. Daar heb ik heel veel gelezen. Daar heb ik ook veel met mensen over gepraat. En ik moet je zeggen dat... Ja, dat spreekt me heel erg aan. Dat heb ik zelf veel gelezen. Dus ik heb het echt beleefd eigenlijk, mijn geloof. Geloof ik. En je moet niet overdrijven tegen mensen. Je moet het niet op willen dringen. Je kunt het zeggen en als je denkt het valt niet, dan moet je ophouden. En in die tijd bent u ook naar school gegaan? Ja, in de Nieuwstraat, de protestante school in de Nieuwstraat. Ik heb op de Mulo gezeten. Ja, toen was ik 15, dus kunt u daar gaan. Toen ik de Mulo gehaald heb. En toen heb ik... Ben ik naar de kweekschool gegaan. Maar toen is er een ziekteperiode gevolgd waarop ik thuis ben geweest. En gewoon een les gevolgd heeft die mijn vader uitgezocht had. En die kon ik dan, daar had ik papier van, dus achterstuur. Kon ik toch doorgaan met lessen. Omdat mijn moeder nogal veel kinderen had en rust moest hebben. Heeft mijn vader 3 jaar een villa Boslus gekocht. Tegenover het Liesbos. Daar hebben wij 3 jaar gewoond. Daar hadden we 2 garages en de tuinmanschauffeur woonde daarboven. En wilde mijn moeder naar Breda, dan waren wij naar school. Dan had ze altijd niemand om te rijden. Maar toen wilden juist de oudere zusters, de oudere broers, liever naar Breda. Want als die meisjes s'avonds uit wilden, dan moesten ze chaperonnen hebben in die tijd.
Dus hoe fijn we daar ook woonden, met een pracht van een tuin en een heerlijk huis, zeiden ze allemaal. En mijn moeder, die zat overdag alleen met het personeel. En wel een dame chauffeur, maar ja, toch alleen eigenlijk. Dus die zei na 3 jaar, ik wil hier ook wel weer weg. En toen zijn wij op de Zedersingel gaan wonen. En daar heb ik voor de rest geleefd tot 42, tot ik trouwde. Ja, nummer 6. Heel fijn groot gezin. Ik had 9 broers. Leendert en Anton. Die waren stukken ouder. Dus wat ik van mijn broers herinnerde, dat ze een garage hadden. Op de Markendaalseweg. Daar heeft ze Leendert later zijn garage gehad. Maar hij is begonnen in de Katrinestraat. En een andere broer zat op een garage op de op de Academiesingel. Weet u wat, het was een beetje een klem. We waren allemaal gek op elkaar, maar we waren echt goed met elkaar. En ja, toen ze op Zedersingel, alle kinderen moesten kunnen rijden voor mijn vader. Ik moest 18, toen ik 18 was, zo je rijbewijs halen, want in die tijd niet veel in die auto. Dus ik heb erg veel gereden in die tijd. Mijn vader had een Buick en mijn moeder had een Opel. Ja, hij had naast die Buick nog een, die naam ben ik kwijt. Dat weet ik niet meer, maar daar reden meestal de jongens in. Dus, en dan heb ik veel met mijn vader gereden. Als hij door het hele land bouwwerken bezocht, had mijn moeder graag dat ik meeging. Zoveel te vaardig had hij de kans om thuis te komen s'avonds. En dan werd als hij moe van die dag. En hij ging de werken af. Ik weet niet meer wat daar was. In Almelo werk hadden, in Groningen werk hadden, in Zeeland werk hadden en wat kloosters of wat. Hij had ook aan de staatsmijnen gewerkt. Daar heb ik nog wel met hem gereden daar naartoe. En dan zat ik op hem te wachten. Maar hij heeft gezorgd dat ik lessen volgde. En dan zat ik in de auto dus dat te bestuderen, want ik had tijd genoeg. Hij vond het allemaal best dat ik uit die auto liep, dat ik, als hij klaar was met de bespreking, moest ik wel bij de auto zijn. Dan ging ik maar weg. En ik kreeg ervoor betaald, want ik moest toch ook sparen voor mijn huwelijk. En mijn moeder was iemand die zei, zomaar in Rotterdam gaan winkelen of vandaag gaan winkelen, weet ik wat. Ik heb heel veel gereden in die tijd. Ik zou nu zeggen, ik was bevriend met een Engels meisje. Ik ben eens als paying guest geweest bij een Engelse dokter. En die hield een internationaal pension voor jongelui van 18 tot 25. Er waren vooral veel zoons van een sheik, van die. Want die moesten perfect Engels leren spreken, alleen in een Engels gezin. En ik kreeg de toestemming van mijn ouders om daar een maand naartoe te gaan. Er was één dochter die mij een keer klopte op mijn kamer. Ik zou zo graag met het Hollandse meisje kennis maken. Ik heb daar kennis mee gemaakt. Dat is een vriendschap gebleven tot wij 80 waren. Maar ze vroeg mij wel het eerste jaar weer te logeren en zij heeft bij ons gelogeerd. Enig meisje en die vond bij ons een hoop jongens die stapel gek op haar waren. Die gingen met haar tennissen en paardrijden en noem maar op. Dus dat is heel erg leuk geworden. Maar toen kreeg ik een brief in 1939, of ik die vakantie kwam. En toen zei mijn vader, nee, de internationale toestand is van die aard dat ik jou niet naar Engeland had gehad. Je kunt nooit weten wat dat stel voor is dat je niet terugkomt. Hoe spijt ik ook had. Ze zei, nee, dit gaat niet door. Gelukkig.